welkom bij deze nieuwe video. Als jullie de vorige video hebben gezien, dan weten jullie dat ik net klaar ben met het opnemen van de video hiervoor. Het is redelijk moeilijk om te snappen, dus ik check gewoon alles. Check gewoon alles dat ik upload. Het is nu 2:20, dus in principe is dit het begin van deze video. Yo, yo! Het is een nieuwe dag, een nieuwe video. Ik ben denk ik nog nooit zo wakker geweest in het begin van een video. Yo, hey, het is tijd om... Ik moet slapen doen, maar het zijn mijn slipje, joh. Yo, dat was zo origineel, man. Amazing, wat een intro. Yo, welk weer zou het zijn? Is het nice? Is het big? I think it is. Hallo. Ja, man. Ik zeg het nu al 3 dagen. Vandaag is de beste dag. Het is 24 graden. Er is nog steeds geen ontbijt. Dus wat gaan we doen? We gaan het lezen. En ik ga hier even een 5-sterren meal ontbijt voor mezelf maken, man. De fitness gaat ook terug open op 9 juni. Dus beter begin ik weer met lekker gezond te ontbijten. Hey, let's get it, man. Dit is die automatische setting. Nu moet ik helemaal niet meer kijken of dat mijn ISO goed staat. Dus het ligt al altijd zo heel. Oké, dus het probleem is, ik kwam in de garage en ik had door dat ik mijn fiets gisteren heb laten staan in het station. Omdat ik teruggekomen ben met de auto en ik ben met de fiets naar het station gegaan. So I have to skate now naar het station. En dan ga je maar met fucking fiets terug naar het lezen, man. Let's bounce. Let's get it. Yes. We zijn nu onderweg naar de lezen. Ik passeer hier ook bij het skatepark. Ik denk dat daar iemand is. Is het serieus? Als je nu skate, is gewoon suicide. Oh, shit. Dus waarschijnlijk gaan we gewoon naar het strand gaan vandaag. Ik ben nog niet eens in mijn cabine geweest. Ik weet niet eens of die hier staat nadat die is weggewaaid. Mijn pa zei daar geen dak meer was en zo. Besoyes, we go to the lezen and have a bag tree. De lezen heeft gewoon een officiële samenwerking met een mosterd en Pokémon. Yo, ik eet niet eens mosterd, but I'm taking this home. Hey, check deze boys, man. Allemaal naar Nederland. Ja. Komen ze naar Blankenbergen. Worden ze opgelegd op de dijk. Met fake palace skateboard. Wow. Ik zie niet dat ze die shit verkochten in Blankenbergen, man. Hey, succes met de fake dijk, bro. Hey, boys. Ciao, man. Hoeveel heb je betaald? 20 euro. 20 euro, maar dit, en dan hangt er toch zo nog een fake 75 op. Ah, sick. Look at this, man. We hebben super crunchy speculoos. Dan hebben we havermout met suiker. We hebben de avocado, een kiwi, alpersooi en vanillemelk. Een van de weird ass smoothie. Dan hebben we hier het shotje. Dit shit kan je niet laten liggen. Ja, als je dit ziet, you gotta sip it. Dan hebben we 2 bowls en natuurlijk een pot mustard met Grookie. Hello Grookie. Dit is zo raar. De lees heeft gewoon een samenwerking. Met Pokémon. Yo, ik lust niet eens monster, man. Sun is shining, man. Beach Boy Nathan is back. Deze rugzak doet pijn aan mijn rug. Omdat die helemaal verbrand is. Daarom heb ik vandaag 50 graden Caudalie zonnecreme mee. Dat ik zeker niet verbrand vandaag. Hey, let's pounce, man. Het is tijd om voor de allereerste keer naar mijn cabine te gaan. En te checken wat er nog over is van de cabine die is weggewaaid. Want ik denk dat er niks meer is staat. Ik denk ook dat er geen dak meer is. En geen voorstukje. But no problem, we go. Off we go. Oké, dus voor de mensen die dit verhaal niet kennen, en ik neem jullie dat niet kwalijk, ik ben nog maar 3 dagen daily vlogger, jullie kunnen nog niet alles weten van mijn leven, maar als dit nog eens gebeurt, dan heb ik vorig jaar toen storm dit hier is gepasseerd in Blankenbergen, is er enorme schade aangericht aan de strandcabines. Er waren superveel cabines kapot, maar er is natuurlijk maar 1 cabine die voorpagina nieuws haalt in het laatste nieuws, en dat is mijn strandcabine. Dat stond daar nergens bij vermeld, zodat dat mijn cabine was, maar dit is wel de mijne. En mijn pa en ik dachten gewoon van fuck it, we kopen geen nieuwe. Hij kan nog teruggezet worden. Dus we hebben gewoon de cabine die hier zie liggen, teruggezet. En dit is nu de eerste keer dat ik dus terug naar deze weg ga gaan. Het is crazy. Het moet wel die zijn. Het is sowieso die. Wow, yo, mijn dak is alleen erger dan de gedacht. Shit. En hij staat ook zo diep.
Wat is er toch allemaal gebeurd met die cabine, man? Oh, joh. Pak. Opening the door. 100. Ah. Jeetje. Oh shit, er is wel nog iets. De henny is op, man. Maar man. Check, ze hebben het wel overleefd. Chill. Chill. Bunch match. Jeet, Mike. Jeet. Is dat de henny warm? Hey, de dude, come on, man. Schade van de weg gevlogen, cabine valt nog mee. Van deze stoel is er nu een lowrider gemaakt. Het is perfect om zo die hekken angles van de zon te catchen. Als het zo 5 uur is en je kan nog zo 1 spotje zon hitten, moet je zo. Natuurlijk hebben we ook de lowrider. Zie je, een C-chair. Waarmee je ook hekken angles kan pakken. Oh, daarmee kan je ook de diepe zon pakken. Die speciale hoek. Ja, dit zijn eigenlijk gewoon fitnessapparaat. Oh. Fuck 9 juni. Man. Dit is die goede oefening, man. Ah, why, yo. Hey, iemand stoel, kom. Hey, iemand stoel. Yo, dus op dit moment is er een mattie van mij van De Haan naar Blankenberg aan het komen om naar het skatepark te gaan, maar het is daar aan het regenen. De Haan is hier 10 minuutjes van en ik heb even op buienradar gaan kijken. En het grappige is, gaat Blankenberg helemaal niet raken. Als we hier goed kijken, zie dat hij zo mooi langs De Haan gaat en langs Knokken. Maar Blankenberg zit droog. Dus volgens mij gaat het hier niet regenen. Maar Blankenberg ligt echt in het stukje waar hij het niet aan het regelen is dat daar geen één wolkje passeert. Voordat ik het hier vergeet, Young Patsy heeft me geblest met 2 paar sokken en dit is de Malboro. Hey, I don't smoke. Ik weet niet welke merk dat is. Yo, I don't smoke ciggies, maar dit is Malboro. Boop, 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 boop. Oh, look at this. Beautiful socks. Thank you, Young Patsy. Ja, get me. En zoals ik zei, het is niet aan het regenen. Ik denk dat het volledig rond Blankenberg gegaan is, want hiernaast heeft het geregeld. Het ziet er gewoon wel pretty grey. Daar hebben we de hoge drukgebied coming from the west. Let's get it, man. We pulled up in the trap we biking right now. Let's get it. Man, kiezige boys, dit park vuil achterlaat. Maar I'll take all of this. Allemaal niet van mij. Dit is echt fucked up. Als je naar een skatepark gaat, en zeker als het in jouw local park is, neem je shit mee, man. Dit is fucked up. Vraag mij het af, hoe kan het nu dat er vuil ligt naast de vuilbak? Je zit hier. Je moet geen moeite doen om daarin te gooien, man. Come on, come on. Ik ben net gevallen op mijn knie. Het is links. Ik heb dat nog nooit gehad. Dit doet superveel pijn. Dit doet ook pijn. Oh god, fuck. En ik had net supergoed nieuws gekregen. Dat we vrijdag echt iets hard mogen doen. Yo, we can try a new skatepark out. We mogen in primeur naar een skatepark gaan. Dat nog niet open is. Pretty red. En dat gaat door en net niet op mijn been. Ja! Ik kom. En net nu doet mijn fucking been zoveel pijn. Het is fucked. Dus we gaan naar een sunset gaan kijken. It looks pretty. Dus we gaan naar de pier. Let's get it. Wow, yo. Wow, shit. Woo. Ja, dit is het wel, man. Dit is het wel. This is life. Oh fuck. Ah. The Brazilian kid. Het werkt niet, hè? Bro, eerlijk. Het is mooi, hè? Ik heb het in de groep gestuurd, man. Het is pretty, hè? Fijn, boy. Wow. De mens nog een fotootje. Voor Facebook. Ja, bla. Oh, de ops. Stick you out. Oh. Go, go, go. Yo. Wat een mooi shotje, man. The boys. Wow. Oh, dit is misschien de beste shit dat ik ooit aan het filmen in heel mijn leven. Wow. Vandaag is het anders. Holy shit. Iedereen is hier ook selfies aan het nemen en zo. Ga meedoen met de selfies, man. Hier, foto met de boys.
barren. De boys. Foto. Dat is de legendary, man. Fam, daar ben je. De fam. Oh, oh, oh. Mensen dat denken dat hij je in je broek gekakt, man. Mensen dat denken dat dat de sound effect is. Ik kan niemand controleren. Ik kan niemand chatten of dat hij niet... Ben je dan voor het is toch een kloek. Mike heeft het. Mijn mannen mogen niet stinken. Ga je doen of niet? Mijn image. Nee, niet nog een keer. Dat staat wel op cam. Smit hem, man. Een half, een half. Een half, man. Een half. Nou, er komt net veel wind. Oké, 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 oké. Toek, het restaurant is nog open, maar ik moet wel even lure gooien. Ik heb Pokémon Go terug gedownload. Look, somebody here has a shiny Alakazam. Ik ga mijn vier heen sharen, maar ik gooi snel even lure. Well, hey, dat is wel een collection, man. This man got Charizard. En een Salamence en twee shiny Dragonites. En Kyogre al, Charizard. Groudon. Why is it? Shiny. Vijf verklazen, zo makkelijk is het om dat te catchen. What the fuck? Maar dat is toch niet nice? Jawel, Suicune en al. Hier, daarboven een Suicune. Ja, man. Van de pier. Jee, gotcha. Wij zitten hier. Yes. Op de pier. Ik heb zin in. Bier. Mijn ballen zo groot als een stier. Oeh. Daar lek ik aan met plezier. Oeh. Even klein lille mier. Oeh. Want het was aan het neuken met vier. Ah. Hey, ik wil die aids ook. Geef je lul hier. Hey, de luur is on. De luur is gepopt, maar waar zijn die fucking Charizards? Ik ga dit echt weer bij een speel, man. Ik ben terug op die Pokémon Go grind. Let's go! Dit is for real, hè. Ik heb ooit een business aanvraag gekregen voor een Pokémon Go type Tinder. Maar dat is niet, niet doorgegaan omdat dat para was voor pedofilie. Alleen, man. Ja, zo gewoon Pokémon Go. Maar dan is Tinder, dus is je kon matchen met mensen die in de buurt waren. Die en dan zo lekker speel met hen en zo. Maar dat is niet doorgegaan omdat dat para kostte voor pedofilie. Is die shiny of niet? Wat shiny? Is die shiny of niet? Chip me lure, chip me lure. I don't know, man. Heeft toch een ander kleurtje? Nee. Het is gewoon je nachtvision van je gsm staat aan. Denk ik de allereerste keer sinds de release van Pokémon Go dat ik weer Pokémon Go gespeeld heb. Het is niet dat ik dat ding op mijn telefoon had staan of zo. Het ding is gewoon, die plek waar we zaten op die trap bij de pier, dat was de plek, dat was gewoon de hotspot in Blankenbergen. Ik denk dat elke stad zowel een hotspotje had waar iedereen zat toen Pokémon Go echt gewoon in zijn prime was. En dat was daar, dat was op die trap. En toen stond ik zo eraan moest denken dat die zomer, ik denk dat dat 2017 was of zo, of 18. Dat iedereen daar zat in de avond op die trap. En we zaten daar echt met 40 of zo. En op een bepaald moment komt er zo iemand op de pier gefietst. Dus dat lange stuk, helemaal naar ons. Zo helemaal uitgeput. En hij komt naar ons en hij roept zo echt superluid. Er zit een Gyarados aan de casino. En de casino is zo zeker een kilometer verder op de dijk. En op het moment dat hij dat zei, iedereen loopt gewoon direct recht van die trappen. Mensen springen op hun scooters en zo. Iedereen was zo aan het skitchen achter die scooter en zo bij elkaar aan het zitten. Dat is echt zo het moment dat ik dacht van wauw, dat is ook het coolste moment dat ik ooit heb meegemaakt met Pokémon Go. Want daar zitten allemaal mensen die je zo kent, maar eigenlijk niet. Gewoon allemaal aan het spelen. Dat was crazy. Ook al het coole was dat ik de sterkste Gyarados gevangen had. Ik had zo eentje met 1400 punten. Dat was crazy. Amazing. En daarom heb ik te weinig gedownload. Ik denk niet dat ik veel Pokémon Go ga spelen. Dus soms gewoon een keer, maar bro, good nostalgia. I love it. En nu terug naar huis. Hopelijk is er nog iets om te eten. My belly needs some food. Soms fiets ik zo echt voorbij je auto. En dan denk ik echt, deze mensen hebben sowieso ooit iets verkeerd gedaan tegen deze vogels. Ik denk niet dat die vogels deze auto gewoon proper laten en dan deze gewoon volledig onderkakken. Ze hebben de vogels boos gemaakt, want ze hebben ooit iets verkeerd gedaan. Ze doen het niet zonder reden. Ze kakken gewoon heel je auto onder omdat er ooit eens iets gebeurd is. Ik weet niet waar. Good luck with this, man. Ik ben net thuis. Er was geen eten meer, man. No problem. Er was wel nog water. Hij lijkt het. Nu, ik heb net een foto gekregen van mijn vrienden waar ik gisteren bij was toen ik aan het spelen was met die hond. Zijn naam is Leo. En normaal blaft hij nooit. Normaal blaft hij nooit. Ik weet niet waar hij is. Hij vindt me gewoon niet zo cool of zo. En hij bleef de hele tijd blaffen naar mij. Ik heb net een video ontvangen van hun. Waar de hond reageert
op de video zo. De hond is aan het kijken naar het stukje video. En zelf, op fucking tv, zelfs als de hond me ziet op het beeld, blaft hij. En de video is wel legendary, though. Dat is slim, hé. Dat ben jij op tv. Dat is een pop. Zelf daar. Hij blaft nooit. En dan zit hij mijn hoofd op tv en zelf dan krijgt hij een attack. Ik dacht dat we vrienden waren, Leo. It's just we are friends. Ik weet echt niet waar is met mijn knie. Ik kan niet door mijn knie gaan. Er is echt iets hot mis. Ik denk dat ik zelf mijn knieband heb verrokken of zo. En net nu dat ik zo hot nieuws had gekregen dat we een skatepark mochten gaan uittesten. Oh, ik ga er superveel ijs op leggen en morgen zeker niet skateboarden. Ga een hot stretchen en zo en hopen dat het niet te veel pijn doet, want nu is het echt fucked. En nu is het echt, het gaat niet goed met mijn knie, man. Ik ben bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het echt heel leuk om te doen, want ik vind het echt, it's a vibe. En ik ga jullie laten zien hoe ik de maand juni beleef hier aan de kust. Ik ga jullie tonen hoe de zomer hier is, man. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als mij zeker een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En laat iets achter in de comments. Ik hou van jullie, man. All the love. All the power. Yo-yo. Who took the bomb? Dat was een langere... dan anders, hè. Yes, I like this. Sorry, you could take your...